Hoe is het met u? Hoe is het met u? Hoe gaat het met uw huurders op de Giftstraat? Meneer Vloed is een huisjesmelker van het ergste soort. Hij heeft een lange geschiedenis van rechtszaken en problemen met huurders. Op dit moment speelt er een probleem met de huurders op de Giftstraat. Marleen Hagen van de PvdA, die steunt ze erin. Wat zou jij ze nou aanraden? Want ze kunnen op dit moment niet eens hun eigen huis in. Hun inboedel staat daar. Vloed staat er bekend omdat hij nog wel eens een inboedel op straat wil gooien of wil verkopen. Wat raad jij die jongens aan? Volhouden. Aangifte blijven doen van elke keer dat hij weer idiote brieven met wanstaltige teksten opstuurt. Briefgeheim schendt, valsheid in geschriften pleegt. Volhouden. En helaas denk ik ook wel een andere kamer zoeken bij een huisbaas die het beter met ze voor heeft. Maar niet iedereen heeft engelengeduld. We gaan even op pad met de huurder zelf. Dolf, jij woonde eigenlijk, moeten we zeggen, voor Vloed in het huis op de Giftstraat. Ja, en volgens mij zijn we nu op weg naar het huis. Ja, we gaan proberen het huis terug in te nemen. Want hij heeft een ander slot op de deur gedaan. Je hebt een ladder bij je? Ja, dat klopt. We gaan via het raam proberen naar binnen te gaan en dan vanuit binnen de deur open te maken. Wat denk je zo meteen aan te treffen? Nou, sowieso een behoorlijk penetrante stank, omdat hij natuurlijk poep in de woning heeft gesmeerd. Hij heeft poep in de woning gesmeerd? Ja, hij heeft poep over de muren, in de toilet. Hij heeft in de koelkast geurineerd, over het fornuis geurineerd. De heer Vloed is niet helemaal zindelijk volgens mij. Ja, we woonden daar met zes. Totdat hij, had één huisgenoot van mij die ook met de dood bedreigd heeft. Heeft hij zoveel zitten pesten en dergelijke. Die had er geen zin meer in en die is uit het huis gegaan. En dat was de reden. Toen moesten we hem toegang verschaffen tot het pand. En vanaf toen is het helemaal misgegaan. Oké. En hij is binnen. Zo'n unieke beelden. En? Oké, geen probleem. Alright. Oké, kom maar. Let's go in. Zo, wat een stank, hé. Dit is echt een van de smerigste dingen die ik ooit in mijn leven gezien heb. Hier heeft de huisbaas Vloed. En niemand anders dan Vloed. Hij heeft gewoon stront op de muren gesmeerd. Op de banken. Het is een, voor wie je het een bank kan noemen. Het is nu opgedroogd. Maar dit is natuurlijk... Ik heb nog nooit zoiets smerigs gezien. Gadverdamme. De huurders zijn op dit moment hun meest waardevolle spullen aan het veiligstellen. Helaas zit Vloed niet hier binnen. Maar ik weet misschien waar die wel is. We staan op de Witte Vrouwensingel 41. Dit is de deur van Vloed zijn kantoor. Hier zou hij moeten zitten, maar helaas zit hij hier ook niet of hij wil niet open doen. Jammer. Hoe is het met u? Hoe is het met u? Hoe gaat het met uw huurders op de Giftstraat? Hey, vertel eens. Ja. Die zijn nu hun spullen aan het halen, hè? Want u heeft er een ander slot op gezet. Laten we maar doorlopen. Nee, laat wel. Ja, we lopen rustig door. Ja. We hebben wel een paar vragen te stellen. Poep op de muren smeren. Ja. Meneer Vloed toch. Heeft u het nu weer voor elkaar, hè? Weer een rechtszaak. Hè? En dan zet u een andere slot op. Nee, en dan gaat u... Dat is voor gezellig. Nee. Rustig aan. We hebben helemaal geen haast. Niemand heeft haast. Blijf maar lekker even hier. Nee. Dat is nergens voor nodig, meneer Vloed. Al te doorlopen. Zo doen we dat niet. Maar we staan er even keurig te pesten worden, want we komen wederhoor halen. Ja. Want u heeft er weer een zooitje van gemaakt. Uh-huh. Weer een rechtszaak vrijdag. Komt u weer niet op dagen afgelopen keer. Uh-huh. Ja, dat is altijd lastig natuurlijk, hè. Nee. Hey. Even gewoon even blijven wachten. Gewoon even ons te woord staan. Wat denk jij nou? Kom nou. We doen wel vervelend, want u doet ook vervelend. U kunt toch niet zomaar de stroom laten afsluiten. Mensen een slot eraf halen. Dat kan niet. Wat zegt er nou eens op? Geef nou eens antwoord. Ja. Deze meneer die moet even ons te woord staan. Nee, niks. Laat hem gewoon naar binnen. Nee. Oh, wat denk jij dan? Wie ben jij? Ja, dat gaat weer. Maar waarom sluit u de stroom af? Waarom doet u dat?
Zeg je antwoord. Geef eens even antwoord. Ga eens even naar de camera staan. Nee. Nee, kom op zeg. Zo makkelijk gaat het niet. Je komt niet zo makkelijk van ons af. Kom nou. Moet gewoon. Hé. Hey. Wat is dat nou? He, en daar snel weglopen, hè? Lafaard. En vanaf Grifstraat 46, dit heerlijke, steriele, knusse huisje, nemen we afscheid. We hebben Vloed wel te pakken gekregen, maar hij gaf geen antwoord. Voor de jongens is het zaak dat ze hun waardevolle spullen veiligstellen. Ja. En voor de rest afwachten hoe het juridisch afloopt.